Door de forse hervormingsinspanning in Zuid-Europa vindt er een macro-economische herbalancering in de eurozone plaats. Deze is deels cyclisch, deels structureel van aard. Echter, omdat deze hervormingen pas op de lange termijn hun vruchten zullen afwerpen, is een beleidsstimulans op de korte termijn noodzakelijk. De enorme bezuinigings- en hervormingsinspanning in Zuid-Europa, in de zogeheten gipslanden. Door die inspanning vindt er een macro-economische herbalancering plaats in de eurozone. In de perifere lidstaten is dit tot nu toe het gevolg van een forse afname van de binnenlandse bestedingen en als gevolg daarvan een daling van de importbehoeften. En niet zozeer door een verhoogde exportgroei. De herbalancering die tot nu toe heeft plaatsgevonden zou je daardoor grotendeels als cyclisch kunnen bestempelen, namelijk het gevolg van lagere binnenlandse bestedingen en niet zozeer als structureel. Toch zijn er een aantal factoren waardoor wij vermoeden dat die herbalancering ook structureel van aard is. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan het wegvallen van de financiering vanuit de noordelijke lidstaten. Dat was voor de financiële crisis een belangrijke bron van financiering voor die bestedingen. Daarnaast is er denk ik een heel belangrijk aspect voor het herwonnen prijsconcurrentievermogen in deze lidstaten. Ze hebben sinds de crisis hun prijsconcurrentiepositie ten opzichte van Duitsland fors verbeterd. Dat geeft niet alleen een boost aan de export, maar zorgt er ook voor dat de importen van goederen en diensten minder aantrekkelijk worden ten opzichte van de binnenlandse productie. En daarnaast simpelweg in Spanje en Italië, Spanje en Ierland, ten opzichte van de bouwactiviteiten van voor de crisis, is er structureel minder behoefte aan bouwinvesteringen, bijvoorbeeld ten opzichte van ten gevolge van de enorme huizenvoorraad die ze in die landen nog hebben. Wat gaan de hervormingen opleveren in de komende jaren? Op de lange termijn heeft het IMF en de OESO hebben becijferd dat bijvoorbeeld het liberaliseren van diverse sectoren in Italië en arbeidsmarkthervormingen in Spanje een forse potentiële extra economische groei kunnen genereren. Dat kan echt procenten zijn, cumulatief, op een tijdshorizon van 5 of 10 jaar. Dus dat is significant te noemen. Daarnaast zijn die hervormingen, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan arbeidsmarkthervormingen, heel belangrijk om het herwonnen prijsconcurrentievermogen te verankeren. Bijvoorbeeld via een aanpassing van het loonsvormingsproces zal je zien dat bij een terugkeer van de prijs- en loondruk, bijvoorbeeld bij een aantrekkende economische groei, dat het niet zal leiden tot een afname van prijsconcurrentievermogen. Dus dat een structureel van aard zal zijn. Is het een beleid voor de korte of de lange termijn? Dit is tot nu toe heel duidelijk een beleid voor de lange termijn. Het zal ook pas op de lange termijn haar vruchten gaan afwerpen. Zo stelt het IMF dat bijvoorbeeld een arbeidsmarkthervorming doorgevoerd tijdens een recessie, een diepe recessie, eerder een licht negatieve impact op de groei zal hebben dan een positieve impact op de korte termijn. Daarom denk ik dat er op dit moment een gebrek is aan korte termijn economische groeiimpulsen. En dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan het gebrek of het verlies van motivatie of capaciteiten van langdurige werklozen. Maar ook aan de bezuinigings- en hervormingsmoeheid van mensen ten gevolge van de hoge sociale kosten van bijvoorbeeld de werkeloosheid. Daardoor wordt het doorgaan op de herbalanceringsagenda wordt politiek eigenlijk steeds lastiger verkoopbaar. Qua beleid, kan er nog iets anders gedaan worden? Ja, ik denk dus een sterkere focus op de korte termijn economische groei. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het volledig toepassen van de Europese begrotingsregels. De begrotingsregels zoals neergelegd in het Stabiliteits- en Groeipact voorzien in ruimte om lidstaten extra tijd te geven om hun buitensporige tekorten terug te dringen tot de 3% begrotingsnorm. Daar is extra tijd voor, maar als er sprake is van economische omstandigheden die onverwacht zijn en die een forse impact hebben op de begrotingsfinanciën van die landen. Dus de regels bieden die ruimte om rekening te houden met de economische omstandigheden waarin een lidstaat zich bevindt, maar die ruimte moet ook daadwerkelijk gebruikt worden. Naast de begrotingsregels zou er ook ruimte zijn, althans in theorie, voor een bestedingsimpuls in Noord-Europa. In Noord-Europa, met name Duitsland en Nederland, zien we eigenlijk dat de overschotten op de lopende rekening de afgelopen jaren nauwelijks zijn afgenomen. Dit biedt dus ruimte voor bijvoorbeeld een loonimpuls,
Recente studies hebben echter laten zien dat als je zo'n loonimpuls zou toepassen in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland, dat het maar beperkte effecten kan hebben op de lopende rekening van zuidelijke lidstaten. Dus het kan wellicht iets helpen, maar hier moeten geen wonderen van worden verwacht.